Heel, ja, maar heel goed. Ja, dames en heren, zijn we toegekomen aan de afsluiting voor vandaag. Maar voordat u weggaat, we hebben nog een prachtig programma hierna. Namelijk de genomineerden en de winnaars voor de Digital Professional 2022. Robert, kom je er even bij? Dan kunnen wij even kort terugblikken op vandaag. Want er is heel veel gebeurd. En nou, kan iemand even een microfoon regelen? Komt eraan. Interessant om samen op het podium te staan. Leuk duo zijn we even. Zeker, ja, dat moeten we vaak. Vond je het ook leuk met mij? Ik vond het superleuk met jou. Ja, het werk van een dagvoorzitter, maar dat herken je, is vaak heel solistisch. Hè? Dus je doet het heel vaak alleen. Maar superleuk zo, de verdeling toch? Vindt u het ook leuk zo, met z'n tweetjes? Ik wil gaan naar huis, hè? We houden het kort. Patrick, Robert, er is veel gebeurd. Wat valt jou het meeste op als je terugkijkt naar de Mentimeter? We hebben natuurlijk veel gemeten vandaag. Kan jij een beetje een kleine terugblik geven en een rode draad van vandaag wat er uitgekomen is? Ja, zeker op hoofdlijnen en in hashtags doe ik dat eventjes. Hè. Dus ik heb dat vanochtend al op verschillende momenten natuurlijk even gedaan. Maar het gesprek met minister Kuipers, ja, een paar hashtags die eruit komen is eigenlijk de financiering van alle plannen die er zijn. Er zijn al wel potjes, maar hoe kun je die ook ontschotten, om het zo maar te zeggen. Privacy en data-uitwisseling. Nou, daar is al heel veel over gezegd vandaag, maar dat kwam heel duidelijk naar voren. Maar er was ook toch ook wel een oproep van mensen die zeiden van, ja, hoe kunnen we nou ook regionale samenwerking meer gaan stimuleren? En ik noemde het al, en dat kwam door de dag heen door de inzet van studenten. Maar ook nieuwe Nederlanders, om het zo maar even te zeggen. Hoe kunnen we hun er ook bij trekken? Dus dat was vooral in het gesprek met Kuipers. Ja, en bij de hoogleraren behoefte aan voorbeelden, best practices, tips. Dat komt ook de hele dag door eigenlijk. Het belang om de digibeten up to speed te krijgen, zowel de zorgverleners als de zorgvragers. Ja, en het begint al bij de studie geneeskunde, verpleegkunde, of misschien zelfs nog wel daarvoor op de middelbare school. Zeg het maar, Sabine. En ook veel roep om tijd om die medewerkers op te leiden. Dus dat schijnt ook een punt van aandacht te zijn. Nou, en tenslotte bij de bestuurders. Heb ook aandacht voor de kleinere zorginstellingen. Ik bracht het al heel even naar voren. Hè. Maar niet alleen vanuit het tekort dat we hen moeten helpen. Maar ook wat kunnen we van hun leren. Want grote innovaties beginnen vaak in het klein. Dus dat werd ook herhaaldelijk genoemd. Praat met de mensen in plaats van over de mensen. Dat vond ik wel zelf wel een beetje een risico van vandaag. Want we hebben heel veel wijze dames en heren hier op het podium gehad. Maar ja, patiënten moeten we misschien nog iets meer horen op een dag als vandaag. En ook bij het gesprek met de bestuurders kwam naar voren. Ja, deel alsjeblieft, en dan druk ik me nog licht uit, maar deel die best practices in plaats van ze onder de hoed te houden. Mooi. In een notendop. Dat is een mooie samenvatting, denk ik, voor vandaag. Anders kijken, anders denken, anders doen. We kunnen pas anders doen met elkaar als we anders denken. En daar hebben we elkaar heel hard voor nodig. En volgend jaar wellicht ook op 4 locaties hebben we al gehoord van Nico van Meteren. Dat zou een leuk idee zijn. Waarbij we ook naar de mensen toe gaan. En niet alleen maar hier met elkaar. Mensen die toch al een groot hart hebben voor digitalisering en ICT. Maar juist de mensen die we willen bereiken. Anders kijken, anders denken, anders doen. Vanuit waarde creëren. Het gaat niet om de digitalisering aan zich, maar juist om de waarde die het kan toevoegen. Dankjewel Robert, ook voor je mooie samenvatting. En dan wil ik heel graag u allemaal bedanken. Maar ik wil ook Marlies Schijven naar voren vragen. Dames en heren, met groot applaus. Zij geeft namelijk haar titel over vandaag. Dat is niet niks. Dankjewel Robert. Ja, Marlies. Hoogleraar chirurgie, net terug van vakantie, je ziet er goed uit. Ja, en jij komt hier meteen naartoe vliegen. Aan jou de eer om de genomineerden, maar vooral ook de awards te gaan uitreiken. Mag ik jou de microfoon geven? Ja, dankjewel. En fijn dat u er allemaal nog bent. Natuurlijk in grote spanning over wat er gaat gebeuren. Nou, we hebben 2 hele mooie prijzen die het waard zijn om te winnen. En daar kan ik over meepraten, want vorig jaar mocht ik van Igor, waar zit Igor? Oh, daar. En Patrick, een beetje complimentair, de prijs ontvangen. Igor, welke prijs wil je het eerst uitgereikt hebben? Digitale zorgprofessional. Nou,
Ja, dat wordt een beetje lastig, maar dat gaat vast wel. Ik heb vast wel iemand die... Ah, Sabine. Ja, wij kleuren vast leuk bij elkaar. Ja, nou, er zijn inderdaad mensen genomineerd. Er kon gestemd worden ook via LinkedIn. Ik ga geen heel verhalen houden over waarom mensen genomineerd zijn, want in alle eerlijkheid, dat weet ik niet. Ik weet niet waarom mensen genomineerd zijn, maar ik weet wel dat mensen die genomineerd zijn ook het verschil hebben gemaakt. Want ik ken ze. En niet alleen ik ken ze, maar heel veel mensen kennen ze, denk ik. En nou, er is ook echt wel goed gestemd. En ja, de winnaar van de digitale zorgprofessional, ik vind het heel leuk dat degene die gewonnen heeft iemand is die al jaren zich bezighoudt, letterlijk op het snijvlak van innovatie en patiëntenzorg. Die ook weet een beetje hoe het is aan de andere kant. En die ook investeert in persoonlijke relaties. En ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat er goed gestemd is. En ik zit even te kijken of ik de persoon zie. Want zulke personen zitten meestal niet op de voorste rij. Maar die gaan juist een beetje bescheiden ietsje naar achter zitten. En daar zie ik hem. Ja. Ja, kom maar naar voren, Harry. Harry van Goor is de winnaar van de digitale zorgprofessional. Wat je wil. Een huk. Ja. Harry, je hebt hem verdiend. En ja, ik meen ook wat ik zeg. Hè. Je bent iemand die investeert in persoonlijke relaties. Ja. Dus een soort boksering is dit. Hè? Maar... Ja, dus misschien wil je ook een persoonlijk verhaaltje vertellen waarom je... Zal ik dat bord vasthouden? Mag ik de prijs? Waarom je er zo blij mee bent en wat de prijs voor jou betekent. Ja, ik kan een heel verhaal houden natuurlijk, maar iedereen wil naar huis. Ik ben er blij mee, omdat hier iemand staat die al wat ouder is, aan het eind van zijn carrière. Maar het bewijst misschien ook wel deze prijs dat je kan oud fysiek zijn, maar heel jong van geest. En dat probeer ik er ook in te houden. Innovatie houdt mij jong. En wat mij vooral jong houdt, is het feit dat ik... leiding mag geven, ook deelnemen aan een heleboel teams. Virtuality team, team, RV Heal team, continu monitoring team. En dat zijn allemaal voorbeelden inderdaad van... ja, ene wat meer succesvolle dan de ander, maar dat hoort bij innoveren. Succesvolle, echt praktische toepassing in de praktijk... die ook zijn vruchten afwerpt. Ik ben daar heel blij mee ook. Dan hoor je natuurlijk altijd zeggen, en dat klopt ook wel, dat doe je niet alleen. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik krijg die gelegenheid ook van het Radboud. En daar ben ik het Radboud heel erg dankbaar voor. Dus, nou, ja? Heel mooi gezegd. Heel mooi gezegd. Sabine, kom er even bij. Ja, en dan mag Harry uitgebreid. Denk Harry ook nog even alleen op de foto voor het mooie... Nu heb je nog publiek als achtergrond. Jawel hoor. Ja. Verdient applaus. En mocht u Harry nog niet kennen of volgen, ik zou het zeker doen. LinkedIn is denk ik een goed platform om het te zien, want Harry doet mooie dingen. Dan hebben we de volgende award. Ja, de Innovation Award. Nou, ook daar is ruim op gestemd. En de winnaar is een bedrijf, maar is destijds opgestart door iemand die ik van dichtbij ook ken. En die ook hoogleraar geweest is. En die echt een hart heeft voor innovatie en ook een passie. En ik heb het eventjes opgezocht. Ik geloof dat er meer dan 350.000 Nederlanders ontzorgd worden door dit bedrijf. Dat ook inzet op innovatie, op AI-algoritme ontwerp voor bijvoorbeeld oogziekten, maar ook met obesitas bezig is en al heel lang telehealth uitvoert. En eigenlijk misschien wel het grootste digitale ziekenhuis van Nederland is. Althans, dat is wat ze zelf zeggen. Maar de cijfers liggen niet, denk ik. Dus deze award is voor, misschien weet u het al, Xios. Dat mag, ja.
van harte gefeliciteerd en verdiend. En mag ik je reactie en je naam voor iedereen? Ja, helemaal goed. Nou, ik sta hier inderdaad namens Xiels. Ik ben Femke Adema, commercieel directeur van Xiels. En nou, ik sta hier nu alleen, maar dit hebben we met het hele team gedaan. Maar ook samen met Health Plus, waar we de artificial intelligence voor de oogzorg inderdaad samen mee ontwikkelen. Inderdaad ook al genoemd de obesitaszorg, dat is een recent nieuw zorgpad. Niet nu voor de innovatie award, maar inderdaad naast de oogzorg doen we nog veel meer op het gebied van innovatieve zorgpaden, blended care. En dat doen we al 20 jaar. Dus mooi om nu deze award te winnen en hartelijk bedankt. Nou, leuk dat ik erbij mocht krijgen, daar is hij. Geef hem een mooi plaatje en een foto, denk ik ook. Zeker, zeker. En wat denk ik ook heel aardig is, om toch even Patrick naar voren te halen en Igor, die deze prijs mogelijk hebben gemaakt in support. Dus nou ja, je mag ook blijven zitten, maar applausje voor Patrick en Igor. APPLAUS